April doet wat hij wil. Zo sta je vorig weekend gewoon lekker buiten te tennissen met een tennisrokje aan. Zo waait het keihard op donderdagavond dat heel veel overstroomt. Ook bij het prooien komt het water heel erg hoog en is het hier op het Hemmeland helemaal blank. Edam Volendam hebben ze last van water en ook in de Zeilhoek hebben we dat gezien. Ik heb gekeken en toen stond het water hier op het Galgeriet, zeg maar, tot aan dit putje. En ik heb begrepen dat de mensen bij Van der Lingen, die hier werken, het putje hebben doorgestoken, zodat het water ook echt wegkomt. Nou, inmiddels staat er een pomp te draaien. Het ziet er allemaal gewoon nu beter uit. Het is nog steeds wel water hier op het Hemmeland. Maar we willen eigenlijk ook vragen aan de burgemeester van: hoe heeft dit nou zo kunnen gebeuren? En wat is er aan te doen om dit in de toekomst misschien wel te voorkomen? Ja, het water begint al ietsje te zakken. Maar laten we eerst eens even hebben over hoe heeft het zo kunnen gebeuren dat het water hier zo hoog staat op het Hemmeland. Want het lijkt wel meer zwemmeland. Ja, nou ja, het is niet om te lachen. Nee. Het is een combinatie geweest van noordoostenwind. Op donderdag een harde noordoostenwind. En Rijkswaterstaat had het zomerpeil in het IJsselmeergebied, dus ook hier, al hoger gezet. Vanwege de droogte in maart. Dus het pijl was op zijn hoogst. Dus die hele bak hier zat vol met water. En dan de noordoostenwind die richting de kust gaat, heeft veel buitendijkse gebieden onder water gezet. En ook hier Hemmeland. Ja, en was dat helemaal niet te voorzien? Ik denk dat het een uitzonderlijke situatie was met noordoostenwind. Noord-noordoostenwind. Ik heb contact gezocht met de HID, de hoofdinspecteur van Rijkswaterstaat. En die vertelde mij dat een windrichting in dit jaargetijde zo hard ook, dat hoogst uitzonderlijk is. Dus het is een combinatie van factoren geweest waardoor we hier echt heel veel wateroverlast te kampen hebben. Ja, precies. Ja, ik heb ook gehoord dat er een waarschuwing is uitgegaan afgelopen donderdag door Rijkswaterstaat. Zelfs een code rood. Heeft u daar iets over gehoord? Ik heb niks over de code rood gehoord. Er is mij wel verteld dat er een waarschuwing voor de buitendijkse gebieden is uitgegaan. Waar die terecht is gekomen, weet ik niet. Dat moet ik morgen gaan uitzoeken. Want we moeten natuurlijk onze inwoners goed kunnen informeren als we voorzien dat er, dat er een risico is voor veel water. Dus dat, daar ga ik morgen mee aan de slag om dat even goed uit te zoeken. Dat als we dit een volgende keer mogelijk voorzien, dat we dan onze inwoners kunnen informeren. Ja, en misschien ook al zandzakken klaar hebben staan. Is dat zo? Staan die ergens in geval van hoogwater ja, klaar? Ja, ongetwijfeld. Het waterschap is daar op berekend. Ja. He, dus die, dat kan. En er was donderdagnacht, heb ik na de eerste melding, s'avonds om 11 uur, heb ik ook nog even een rondje gedaan rond de haven. Om te kijken of de bewoonde gebieden veilig waren. Ja. En daar stond het niet op de kade. Maar daar is alles voor instelling te brengen. Oké, ja, het ging net goed hè, daar bij het prooien, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, precies. Om nou te gaan kijken hoe dit voortaan voorkomen kan worden, want er staat bijvoorbeeld nu ook hier een tractor water weg te pompen, maar dat kon ook pas later in gang gezet worden, ja. Omdat hier natuurlijk het water ook nog hoog stond in het slootje. Hè? Ja, ik was hier vrijdagmiddag, toen was het waterschap bezig om de leiding die nu aan het pompen is, om die aan te leggen. De pomp hier op het diepste punt, zeg maar Hoek Galgeriet, Hemmeland, die stond ook onder water en die was uitgevallen. Dus die deed ook niks meer. Die had ook niks kunnen doen, want het pijl hier met de noordoostenwind die aanhield, bleef hoog. Dus het water kon nergens naartoe gepompt worden. Nee. Pas sinds gisteren, de wind ging liggen. Hij is nu ook gedraaid naar noordwest en kunnen we gaan volop lozen.
Ja, ja, morgen is weer een normale werkdag, zeg maar. Met wie neemt u nu contact op om te kijken wat er voortaan moet gaan gebeuren? Nou, als eerste met de HID van Rijkswaterstaat, waar ik een goed contact mee heb. En uitzoeken hoe die waarschuwingen, sneller bij ons kunnen komen. Maar ook hier lering uittrekken van als dat zomerpeil verhoogd wordt. Hè, dat moet natuurlijk ook vanwege allerlei aspecten met ook verzilting tegengaan. Dat als het pijl in het IJsselmeer te laag is, dan krijg je verzilting op het land. En dat was natuurlijk, maar het was heel droog. Ja. Dus voordat dat pijl verhoogd wordt, wil ik wel even goed contact hebben met zowel het waterschap als Rijkswaterstaat, wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, oké. Nou, dank u wel. Als wij iets kunnen betekenen als Omroep PIM, dan horen we het ook graag.